Hey, vandaag heb ik een nieuwe shoplog voor jullie. Ik heb een bestelling gedaan bij de H&M. Ik ben nog even langs de H&M geweest. En ik heb een pakketje binnengekregen van Medicaid. Ik begin met de H&M. Hij zit nog helemaal in, want hij is net binnengekomen. Ik was helemaal niet van plan om een video op te nemen. Maar toen die binnenkwam had ik meteen zoiets. Dit moet ik voor jullie opnemen. Ik zal even het tasje open knippen. Hij is open. En ik gooi gewoon even alles eruit. De bon. Ik bestelde een witte blouse met V-hals. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Kijk, gewoon zo'n witte blouse met V-hals. Je kunt hem met 3/4 mouwtjes of je kunt hem met lange mouwtjes dragen. En dan een wat langer model. En deze was 1999. Het volgende wat erin zit is een kokerrok. En het is een zachte kokerrok, dus geen strakke, een beetje van een sweatstof spul. En dan zit er een heel leuk pantenprintje op. Ik zag deze in het boekje en ik vond hem echt meteen heel gaaf. Je hebt wel eens, dan zie je in het boekje en dan weet je het niet goed. En dan ga je naar de H&M winkel zelf en dan ziet het er vet gaaf uit. Maar in het boekje is het moeilijk te zien. Nou, dat had ik bij deze helemaal niet. Ik wist meteen dat ik hem wilde. En de kokerrok was ook 1999. Blazers heb ik nooit genoeg. Dus ik kocht een nieuwe blazer. En deze keer in een cognackleur. Dit is de blazer. Vind ik een hele mooie kleur voor de winter. Een beetje oranje cognac tint. En het is gewoon een getailleerd model. En wat langer. Omdat ik graag het mooi vind als dit soort jasjes een beetje oversized vallen. Heb ik hem een maat groter besteld dan dat ik eigenlijk heb. Dus normaal heb ik 36 en ik heb een 38 besteld. En het jasje was 29,99. Ik bestelde ook nog een leren imitatiebroek. Een zwarte. Dat is gewoon zo'n leren broek, zeg maar, van die stukken erin, op de knieën. En dan loopt aan de achterkant van de broek nog een streep naar beneden. En aan de zijkant zit een drukknoopje en een ritje. En aan de onderkant van de smalle pijpjes zit ook nog een ritje. Dus deze kun je open of dicht dragen, wat je zelf het leukste vindt. Dus die kocht ik ook. Deze winter zie je nog steeds heel veel leer, net zoals afgelopen winter. En je ziet ook heel veel leerbroeken met stukken erin, hoor. Maar ik vond het wel leuk om weer een effe leren broek te bestellen. En deze was ook 29,99. En dan kocht ik nog een sweatpantbroek. Je zag het vorig jaar al een beetje, maar deze winter is het nog veel erger. Comfortabele kleding met classy blousjes erop en dat soort dingen. Mooie hakken eronder. Dus
Ik kocht een nieuwe sweatpant. Deze keer niet om in te sporten, maar gewoon om te dragen. En ik ben heel erg benieuwd wat ik er daadwerkelijk van vind. Dat horen jullie nog. Maar als ik de trend in broekje of in boekjes zie, dan vind ik het echt een hele leuke trend. Dus ik kocht een sweatpantbroek. En het ziet er eigenlijk gewoon uit als een joggingbroek. Alleen is die wat meer afgewerkt. En hij heeft aan de onderkant een strakke, smalle band. En voor de rest heeft hij een hoop gouden details. Aan de voorkant aan de touwtjes zitten gouden uiteindjes. En de ritsen zijn goud. En aan de zijkant van de broek loopt een gouden open rits. Aan allebei de kanten. Dus ik vond dit wel een heel erg leuk model. Bij de H&M hebben ze verschillende soorten hoor. Dus je hebt deze, maar je hebt ook nog even zonder gouden details. Je hebt verschillende kleuren. Dus als je een trend wil volgen, dan moet je deze echt hebben. En deze sweatpants kosten €34,99. En dat is ook het duurste van alles wat ik besteld heb. In totaal komt het op €134,95. En het was nou gratis verzendkosten, dus ik hoefde de verzendkosten niet te betalen. Dus daar bespaarde ik op. Dus dat is mijn bestelling van de H&M. Ik ben ook nog in Nijmegen bij de H&M geweest, want er was een crop topje dat ik heel graag wilde, maar dat stond niet meer op online, was hij al volledig uitverkocht. Ze hadden hem alleen nog maar de 46 of zo. En ik hou wel van een beetje oversized, maar dat vind ik te oversized. Dus ik ging daar naar binnen om te kijken of ze hem nog hadden en ze hadden hem nog. En dat is deze. Ik vind de kleurtjes gewoon heel erg leuk. Het is een gestreepte crop top. En hij valt iets langer als de crop tops die we deze zomer hebben gehad. Deze komt denk ik net over je navel zoiets. En het is een wat wijder modelletje. En de stof is een klein beetje doorzichtig zeg maar. En je kunt hem nou heel goed alleen dragen. En in de winter zou ik hem over die lange witte blouse dragen die ik net heb laten zien. En deze kostte €14,99. Toen kocht ik ook. En deze had ik wel al in het boekje gezien. Maar zoals ik al zei, je ziet heel veel dingen in het boekje. En dan denk je van, valt wel mee. En dan kom je in de winkel en denk je, oh wat leuk. En dat was dus met dit blouseje. En ik zag hem hangen en ik was er meteen verliefd op. En het is een wat langere blouse. Zeg maar. En de mouwtjes vallen net. Het heeft eigenlijk geen mouwtjes, maar het valt wel net over je schouder heen, zeg maar. En er zitten allemaal van die kleine, schattige blauwe vogeltjes op. Dus deze kocht ik ook. En deze kostte €19,99. Dat waren mijn kledingstukken. Toen kreeg ik vandaag ook een heel leuk pakketje binnen van Merk Eet. Ik heb een tijdje terug op een pers-event heb ik producten van hun ontvangen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik kennis maakte met hun. En ik ben zo erg tevreden over die producten. En daar horen jullie zeker nog meer over. Dat ik nog een paar extra producten toegestuurd heb gekregen. Ik heb een acne huid. En de meeste dagcremes, ook dagcremes voor de vette huid zeg maar. Daar krijg ik nog steeds onderhuidse acne van. En nou heb ik een dagcreme van Pascoud. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En die werkt eigenlijk heel goed voor mij. Maar nou zei de mevrouw van Merk E dat hun ook zo'n dagcreme hadden. En natuurlijk wilde ik die graag uitproberen. Dus die heeft ze naar mij opgestuurd. En dat is de Beta Moisturizer van Merk E. En als het goed is, zorgt hij ervoor dat je tallig beter gecontroleerd wordt. Dus dat het beter in balans is, zeg maar. Ik maak heel veel tallig aan. En dat wordt dan meer afgevlakt. En hij zorgt ervoor dat je huid mat wordt. Dus je krijgt het is geen vette dagcreme. Hij trekt snel in en zo doet hij nog een hele hoop andere dingen. En natuurlijk ga ik hem uitgebreid testen en komt daar een review over. Maar deze is dus inderdaad speciaal voor een acne huid. Je hebt ook een dagcreme voor de vette huid, maar deze is echt speciaal voor de acne. En hij is ook antibacterieel, dus dat vind ik wel een heel goed iets. Dus deze kreeg ik opgestuurd. En ik gebruik het
de skinroller van Merk Eet. En dat is een nieuw product die net te koop is. En mijn retinol was daarvan op. Dus die stuurde ze ook een nieuwe mee. En ja, het is, ik vind de verpakking van Merk Eet echt heel grappig. Dus ik laat het even gauw zien. Maar het zijn dus allemaal van die flesjes met van die pipetjes erop. Echt zo leuk. Ja, het heeft een beetje een medicijngevoelachtig iets. Maar ik vind de verpakking echt heel gaaf. En dit is dus zeg maar vitamine A. En vitamine A is echt heel erg goed voor je gezicht. Maakt niet uit hoe oud je bent. Vanaf je 20-jarige tot je 90ste, om zo maar te zeggen. Vitamine A is echt heel goed voor je gezicht. Dus deze twee producten kreeg ik opgestuurd. En natuurlijk ga ik deze weer uitgebreid testen en reviewen voor jullie. Dus kunnen jullie zeker nog iets over horen. Heb je een acnehuid, dan zal ik zeker hiernaar kijken, want daar is het heel goed voor. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal, is gratis. Doei!